Team Fidipides. Zo heten de 23 studenten autotechniek van de Hogeschool Rotterdam. Met twee auto's doen ze mee aan de wedstrijd zo duurzaam mogelijk rijden. Iedere auto heeft bijvoorbeeld een benzine of een diesel of een LPG. En hier doen we eigenlijk duurzaam. Dus dan heb je waterstof, accu's, zoals er nu al heel veel over besproken wordt. Het is voornamelijk weinig slapen, inderdaad. De week vooraf heel veel op school eigenlijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewerkt met heel het team. Vandaag worden de laatste voorbereidingen afgerond, want alles moet tot in de puntjes werken om een record te kunnen neerzetten. Voordat de autootjes mee mogen doen, ondergaan ze eerst een uitgebreide keuring. Ze letten vooral op lekkage, dat is echt een van de belangrijkste dingen. En of er teruggehaald kan worden waar de draden vandaan komen, waar ze voor dienen. In totaal doen 3000 studenten mee uit 24 landen in Europa. Where are you from? We come from France, west of France. Naast de werkruimte van de studenten, de paddock, is er in Ahoy ook een soort laboratorium ingericht, waar kinderen van alles kunnen leren over duurzaamheid en alternatieve brandstoffen. Maar buiten, op het parcours rond Ahoy, daar moet het allemaal gaan gebeuren. Vorig jaar haalde het Rotterdamse team 1637 kilometer op 1 liter brandstof. Dit jaar is het lastig inschatten, omdat de weg een stuk moeilijker is. En dit is echt een circuit met bochten, dus je moet meer remmen, je zal meer moeten accelereren, wat meer brandstof kost. Dus ja, daar kunnen we echt niks van zeggen. Een eerste plek voor het team uit Rotterdam zit er waarschijnlijk niet in. Het budget is namelijk een stuk lager dan bij andere teams. Maar toch strijden de studenten voor een goede klassering. Ik hoop op een top 10 plaats. Dat hebben we vorig jaar net niet kunnen halen. Dan zijn we 11e geworden. En in de klasse waarin de voertuig rijdt. En ik hoop nu op een top 10 plaats.